Waarom is vals zingen zo gemakkelijk? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Luister eens. Klonk dit vals of niet? Wie vindt van wel? Ik stel voor dat je dan eenvoudig je hand opsteekt. Een aantal mensen hier aan deze kant. Luister eens naar het volgende. Wie vindt dat dit vals klonk? Ik zie beduidend meer vingers aan alle kanten. Wat maakt dat het precies vals klonk? Klinkt dit bijvoorbeeld vals? Het is dus het feit dat er net die twee noten samen tegelijkertijd klonken dat het valse gevoel gaf. En wat maakt nu dat precies die twee noten tegelijk vals klonken en de noten uit het eerste luistervoorbeeld niet? Dat wil ik met jullie uitzoeken. Ik wil het dus hebben over muziek. Of beter nog, over onze perceptie van muziek. En daarvoor zal het handig zijn om kort stil te staan bij enkele factoren die die perceptie in het algemeen bepalen. Er zijn ruwweg gesproken vier belangrijke kenmerken. Wat hoorden we? We hoorden een noot die ongeveer 3 seconden duurde. Tijdsduur is dus een eerste belangrijke kenmerk. Deze noot klonk ook tamelijk luid. Vergelijk het eens met het volgende geluid. Dit klonk al iets minder sterk. Het was een aantal decibel minder dan de vorige noot. In het algemeen, hoe groter het aantal decibel, hoe luider een noot klinken zal. Beide noten die jullie zo net hoorden, zowel de luide als de minder luide, die hebben dezelfde toonhoogte, een derde belangrijk kenmerk. In dit geval was dat steeds een la van 440 hertz. Dat is dezelfde toonhoogte die een stemvork produceert en is de toonhoogte die muzikanten gebruiken om in instrumenten te stemmen voor aanvang van een concert. In het algemeen, andere muzieknoten hebben andere toonhoogten en hoe groter het aantal hertz, hoe hoger een muzieknoot klinken zal. Er is een vierde kenmerk, dat staat bekend als timbre of klankkleur. Ruwweg gesproken wil dat zeggen hoe rijk een bepaalde noot klinkt als ze door een bepaald instrument gespeeld wordt. Bijvoorbeeld de noten die we daarnet op de cello hoorden, die geven een warme klank, een rijke klank. De klankkleur van de cello lijkt een beetje op die van de menselijke zangstem. Laten we dat eens vergelijken met het volgende geluid. Jullie hoorden nu ook een muzieknoot van 440 hertz. Alleen klonk deze veel kouder dan de noot die daarnet op de cello werd gespeeld. Jullie hoorden dan ook die muzieknoot gegenereerd door een computer. En wij wiskundigen noemen dit een sinusgolf. En hoewel die sinusgolf wel saaier of kouder klonk dan de luistervoorbeelden die we zo net hebben gehoord, wel, vind ik ze wel leuk, want ze is eenvoudig wiskundig te modelleren. Van het geluid dat jullie daarnet hoorden, kan ik namelijk de vier kenmerken die ik besprak eenvoudig grafisch voorstellen. Wat zien we hier? In de horizontale richting lezen we de tijdsduur af. Hier is dus ingezoomd op een 1/100 seconde van hetgeen jullie daarnet hoorden. We kunnen ook iets te weten komen over de toonhoogte uit deze grafiek. Hoe dan wel? Wel, als we kijken, deze grafiek die bestaat uit een zichzelf steeds herhalend figuurtje. En welk figuurtje is dat dan wel? Dat is dit figuurtje. En dit figuurtje dat herhaalt zich een aantal keer op die 1/100 seconde. Laten we even tellen. Dat herhaalt zich 1, 2, 3, 4, net geen 4,5 keer. Je kan nagaan dat het precies 4,4 keer is, of dus 440 keer per seconde. En herinner je, 440 hertz was ook precies de toonhoogte van de noot die jullie daarnet hoorden. Wel, kan ik ook iets te weten komen over geluidsterkte uit deze grafiek? Ja, dat kan. En daarvoor moeten we kijken in verticale richting. Laten we even luisteren opnieuw naar een sinusgolf van 440 hertz, maar nu 6 decibel minder sterk. De grafische voorstelling die hierbij hoort, is nu deze. En wat zien we? Dat lijkt op de grafiek die we daarnet hebben gezien. Alleen is deze in vergelijking met de grafiek van daarnet een beetje platgeduwd, in verticale richting. Laat me nu wat met toonhoogte experimenteren. Laten we eens luisteren naar een sinusgolf van 220 hertz, even luid als de eerste sinusgolf waar we mee vertrokken zijn. De grafische voorstelling die daarbij hoort, is deze. Opnieuw, dit lijkt op de grafiek die we daarnet hebben gezien. Ditmaal niet platgeduwd in verticale richting, maar uitgerokken in horizontale richting. En inderdaad, je kan ook nagaan
dat ook deze grafiek bestaat uit een zichzelf herhalend figuurtje. Ditmaal geen 440 keer per seconde, maar 220 keer. 220 hertz zijnde precies de toonhoogte van die noot. Goed. We hebben dus drie sinusgolven gezien. We zijn vertrokken met een sinusgolf van 440 hertz. En de twee sinusgolven die daarna kwamen, die konden we uit de eerste verkrijgen door in verticale richting plat te duwen of in horizontale richting uit te rekken. En herinner je, in verticale richting plat duwen beïnvloedt de geluidssterkte. De muzieknoot gaat zachter klinken. In horizontale richting uitrekken beïnvloedt de toonhoogte. De muzieknoot gaat lager klinken. Oké, maar herinner je ook dat in het eerste luistervoorbeeld niet één muzieknoot klonk op de cello, maar twee noten tegelijk. Laten we nog eens luisteren. Hier klonken een noot van 220 en 440 hertz samen op de cello. Wat zou het geven als nu een computer twee sinusgolven van 220 en 440 hertz tegelijk genereert? Wel, dat klinkt als volgt. En de grafische voorstelling die daarbij hoort, is deze nu. Vergeleken met de grafieken van daarnet zien we nu dat dit geen sinusgolf meer is. Daarmee wil ik zeggen, ik kan deze grafiek niet uit de eerste grafiek van sinusgolf waarmee vertrokken zijn bekomen door enkel in verticale richting plat te duwen of in horizontale richting uit te rekken. Maar er is nog wel een gelijkenis met de grafieken die we daarnet hebben gezien. Inderdaad, ook deze grafiek die bestaat nog steeds uit een zichzelf herhalend figuurtje. Namelijk uit dit figuurtje. En hoe vaak herhaalt dit figuurtje zich? Wel, laten we even kijken. Precies even vaak als de blauwe grafiek. Dat was de grafiek van de sinusgolf van 220 hertz. Met andere woorden, als die sinusgolven van 220 en 440 hertz samenklinken, geven zij nog steeds een muzieknoot van 220 hertz. Jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dat het niet hetzelfde effect heeft wanneer twee sinusgolven samenklinken dan wanneer de cello die tweezelfde noten met diezelfde toonhoogte speelt. En toch kan die analyse van die sinusgolven ons helpen om valse klanken van niet-valse klanken op een instrument als de cello of de zangstem te onderscheiden. Hoe dan wel? Wel, laten we nog eens luisteren naar een noot van 220 hertz op de cello gespeeld. Een computer modelleert dit geluid als volgt. Toegegeven, de grafische voorstelling die jullie zien is een beetje een vereenvoudiging van het echte geluid dat jullie gehoord hebben, maar deze vereenvoudigde voorstelling is voldoende voor hetgeen wij willen doen. Wat valt erop? Dat lijkt opnieuw niet op een sinusgolf, ver van. Maar toch zijn er opnieuw weer gelijkenissen met de voorgaande grafieken. En inderdaad, ook deze grafiek bestaat uit een zichzelf herhalend figuurtje. En hoe vaak herhaalt dit figuurtje zich? Even vaak als de sinusgolf van 220 hertz van daarnet. En ook even vaak als wanneer de twee sinusgolven van 220 en 440 hertz samenklonken. Herinner je? Dit was de grafische voorstelling die bij dat geluid hoorde. Laten we daar nog eens even naar luisteren, naar die twee sinusgolven van 220 en 440 hertz samen. En let nu op, want er gaat een derde geluid tegelijkertijd bijklinken. Helemaal op het einde was het hoorbaar. De grafische voorstelling die bij het geluid hoort, dat is deze. En wat valt er nu op? Wel, dit begint al veel meer te lijken op hetgeen de cello produceert. Kijk maar. Wat heb ik nu gedaan? Herinner je, daarnet klonken twee sinusgolven samen van 220 en 440 hertz. En het geluid dat erbij is gekomen, was ook een sinusgolf, maar nu van toonhoogte 3 x 220 hertz, dus 660 hertz. Een beetje stiller dan de andere die al klonken. Het was moeilijk hoorbaar, maar het was er. Nu, niets belet mij om dat procedé een aantal keer te doen. Ik zou dat een vierde keer kunnen doen en een vierde sinusgolf tegelijk laten kunnen klinken van toonhoogte 4 x 220 hertz, nog een beetje stiller, en zo verder. Ik kan dat procedé blijven herhalen. En zonder daar een luistervoorbeeld aan te koppelen, als ik dat 12 keer zou doen, dan zou ik het volgende grafische effect krijgen. En opnieuw zonder luistervoorbeeld, als ik dat 100 keer zou doen, dan zou ik grafisch dit effect krijgen. En wat zien we nu? Wel, die grafieken die vallen al bijna volledig samen. Maar hoe wist ik nu dat ik precies die en die sinusgolven met die en die toonhoogte tegelijk moest laten klinken met die en die geluidssterktes om grafisch dat effect te bekomen? Wel, dat heb ik ontleend aan de wiskundige analyse. Aan een theorie die verder bouwt op de middelbare schoolwiskunde die we vandaag gebruikt hebben. Nu, zonder de details uit te leggen van die wiskundige theorie, dat is niet nodig, kan ik deze grafische conclusie wel herformuleren in muzikale termen.
Namelijk het volgende. Als deze ene noot op de cello gespeeld wordt, deze noot van 220 hertz, dan zitten daar eigenlijk tegelijkertijd een hele hoop andere muzieknoten in mee te klinken. Welke dan wel? Wel precies die muzieknoten met toonhoogte 2x220 hertz, 3x220, 4x220 hertz en zo verder. Met steeds afnemende geluidssterkte weliswaar. Wat kan ons dan nu leren over valse klanken? Wel, hernemen we nog eens het allereerste luistervoorbeeld. Hier klinken twee muzieknoten tegelijk. Een van 220 hertz en een van 440 hertz. Beide noten hebben dan meeklinkende muzieknoten, zoals we daarnet besproken hebben. En de toonhoogte kunnen we hier aflezen op de slide. Voor de muzieknoot van 220 hertz is dat dan 2x220, 3x220 en zo verder hertz, met afnemende geluidssterkte. En hetzelfde voor de tweede noot van 440 hertz. 2x440, 3x440 en zo verder. Wat valt nu op? De toonhoogte van die meeklinkende muzieknoten vallen gedeeltelijk samen. Het is precies dit samenvallen van toonhoogte van meeklinkende muzieknoten die onze hersenen een aangenaam gevoel geeft. En dat is een universeel menselijk gegeven. En dat heeft te maken met de manier waarop ons menselijk gehoor werkt. Hernemen we nu het tweede luistervoorbeeld. Er klinken opnieuw twee noten samen, maar ditmaal van toonhoogte 215 en 450 hertz. Maar ook deze noten hebben natuurlijk meeklinkende muzieknoten. De toonhoogte kan je aflezen op de slides. Wat valt er nu op? De toonhoogte van die muzieknoten die daarnet samenvielen, die vallen nu niet meer samen. Sterker nog, er is respectievelijk 20 en 40 hertz en zo verder verschil nu tussen. Nu, 20 en 40 hertz is niet zoveel. Dat zijn maar kleine verschillen, maar die zijn voldoende groot om door ons oor gedetecteerd te worden. En het zijn net die kleine verschillen in toonhoogte van meeklinkende muzieknoten die een gevoel van wrijving veroorzaken, een soort ruwheid die onze hersenen als onaangenaam ervaart. Als je je afvraagt, wel, hoeveel hertz mag dat dan verschillen om als onaangenaam bestempeld te worden? Daar zijn studies over gemaakt in andere domeinen van de wetenschap. Laten we tenslotte nog eens vergelijken met dit geluid. Wat vinden jullie? Klonk dit even storend als daarnet hetgeen de cello deed? Sommige mensen knikken van ja, sommige twijfelen nog, anderen boah. Niet bijzonder. Naar mijn gevoel ook niet bijzonder meer storend. Maar wat maakt nu dat dat minder storend klinkt? Wel, jullie fysieke reactie was in ieder geval duidelijk verschillend als wanneer de cello speelde. Nochtans, jullie hoorden twee muzieknoten met dezelfde toonhoogte, 215 en 450 hertz, die tegelijk klonken. Alleen ditmaal waren ze gegenereerd door een computer. Het waren twee sinusgolven van 215 en 450 hertz die tegelijk klonken. En waarom klinkt dat nu minder storend? Wel, om de eenvoudige reden dat sinusgolven geen meeklinkende muzieknoten hebben, in tegenstelling tot de cello. Waarom is nu vals zingen zo gemakkelijk? Wel, alles wat ik gezegd heb voor de cello geldt ook voor de menselijke zangstem, met haar klankkleur die lijkt op die van de cello. En we begrijpen nu waarom het zo moeilijk is om niet vals te zingen samen. Ik bedoel, als er een groep zangers is, en er is één van de zangers die een muzieknoot zingt die ongeveer een tiental hertz meer of minder is dan de bedoelde muzieknoot, ja, dan treedt er wrijving op met de meeklinkende muzieknoten van de andere muzikanten. En het is die wrijving die we dan als vals ervaren. Produceerde onze zangstem sinusgolven, dan hadden we dat probleem niet. Maar dan hadden we waarschijnlijk wel andere muzikale ongemakken. Ik dank Pieter Stas voor de luistervoorbeelden en ik dank jullie voor jullie aandacht.